Ja, goedemiddag. Het is hier 4:15. Over ruim, ja, uur. 3 kwartier ongeveer. Een uur en 3 kwartier. Dus de wedstrijd Ajax tegen Panathinaikos. De Grieken komen weer naar Nederland. Dat was natuurlijk ooit de Europa Cup 1 finale in 1971. Om in het Wembley Stadion. Toen Ajax met 2-0 won. Andere tijden. Vervlogen tijden. Ander niveau. Maar ja, Ajax staat met enige trots bovenaan in de pool om de Europa League. Heel anders dan de Champions League. Maar toch, ja, is het toch mooi dat ze bovenaan staan. Ajax is in groepsniveau verzekerd van de overwintering. Maar kan natuurlijk wel groepswinnaar worden door komende wedstrijden in ieder geval te winnen. In ieder geval een zo goed mogelijk resultaat te boeken. Vanavond kan het gerealiseerd worden tegen de Grieken Panathinaikos. Ik zag net een filmpje voorbij komen met de Grieken, de supporters in Amsterdam. Met een ontzettend leuk sfeertje en gezang en gezelligheid. Zo kan het dus ook. En over een paar weken is de laatste wedstrijd in deze poolfase. Standaard Luik tegen Ajax. Ajax tegen Panathinaikos. Sinds kort ben ik gaan gokken op wedstrijden. Dat is wel een leuke bijkomstigheid. Dus ik heb nu een dubbel goed gevoel als Ajax gaat winnen. Ik heb natuurlijk mijn winst gezet op Ajax. Ajax gaat met 2-0 winnen van Panathinaikos, de Grieken. En daarnaast win ik ook nog een leuk centje als Ajax gaat winnen. Dus vanavond, leuke wedstrijd. 7 uur is de aftrap. Ajax, Panathinaikos, Europa League. Ajax is al verzekerd. Voor de volgende ronde. Nu nog even zorgen dat we in ieder geval groepswinnaar gaan worden. Maar zover is het nog niet. Maar laten we eerst even kijken wat het vanavond wordt. Ajax speelt met een veredeld B-elftal, als je daar nog van kan spreken. Een merendeel van de spelers die normaal in de basis staan, staan ernaast. Of worden gespaard, of hoe je dat ook wil uitleggen. Ja, ik kijk uit naar vanavond wie er allemaal mee gaan doen. Cachera staan in de spits, zoals ik het heb begrepen. Tete doet mee. En ook Nouri. Nouri staat volgens mij ook in de basis. Dat kan wel zo'n hele leuke partij worden vanavond. Ik kijk ernaar uit vanavond. Nog eventjes wachten, even geduld. Ajax, Panathinaikos. 7 uur, Europa League. Massa positivo, tot de volgende keer.